De emmer van stress, de emmer van zorgen en... Ga je lekker? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Serge. Ik ben René. En wij zijn eventjes tot rust gekomen aan het strand. Wij zoeken even de rust op. Met een windje. Een korreltje zand. Hier en daar een verdwaald mensje. Nee, we zijn eventjes naar het strand. Zoals je ziet, lekker, niks aan de hand. Want we voelen aan de tand dat anders de emmer overloopt. De emmer van stress, de emmer van zorgen en... Ga je lekker? Ja. Nou, liggen we hier en daar ligt er een mensje op het strand. Ook tot rust te komen met een paar spelende kinderen eromheen. Want de kinderen mogen natuurlijk niet naar school. Dus wij dachten ook, we gaan even ontstressen op het strand. Even genieten van de frisse lucht. Ja, en we waren dus ook heel erg benieuwd wat er nou precies open zou zijn, maar ze zijn nog allemaal in aanbouw, dus er is inderdaad helemaal niks open. Er staat nagenoeg geen wind, klein zonnetje en voor de verder rest een oase. Dat kraam was wel open. Met dat kraam, maar verder een oase van rust. Ja. En een jengeltje hier en daar. Als ik je los krijg uit je kapot. Hij wil er wel uit. Een lekker karretje met die we dan. Kom op, vent, je kan het. Je kan het. Kom. Je kan het. Ja, zat er een stukje rap in zijn jas? Ja. Had het handig voor later. Het was echt super chill hier. Alles is wel dicht, ook naar boven zeg maar op de boulevard, maar het is gewoon echt fucking chill. I am ready for summer. Hier is niks te merken van de paniek en de gekheid en... Alleen dat het rustig is. Sorry? Alleen dat het wat rustig is. Ja. Bijna. Oh. Ja, maar al die kleine dings wil die ook opeten. Je moet er wel constant in de gaten houden. Dat is wel met zo'n kleine. Nou, dit is dus nu kijk duin. Allemaal nog dicht. En dan denk ik dat het ook al was voordat het
coronacrisis was. En hier zijn ze druk bezig met het opzetten van de strandtenten en de boulevard en zo. En die zullen maar richting het toilet gaan, want René die moet plassen. En nodig ook. Dus, en Jesse die begint ook moe te worden. Dus. Ja, we kunnen niet echt ergens gaan zitten. Ja, hier buiten. Zo, we zijn weer thuis. Ja. Lekker gewandeld. Zo, ik doe heel veel rond. Lekker gewandeld, in de duinen gelopen. En ik moest heel nodig plassen. Gelukkig kon ik nog heel lief bij het hotel even een plasje plegen. Dat mag ik niet zeggen. Die verraten hun dat ze open zijn. Ja, maar een hotel mocht open zijn. Ja, dat is waar. De hotel soms. Ja. Dat is dan ook niet. Het was wel helemaal verlaten verder. Dus, en aangezien alles natuurlijk leeggeplunderd is door heel veel mensen, gaan we zelf maar een broodje maken. Er was nog geen droog brood te vinden. Nee. Geen dus droog. Ja. Het vaccin, hè? Nou. Sukkel. Jezus. Ah, oh, je laat hem schrikken. Dat zie je. Nou, pak hem op. Je laat hem schrikken. Hij is gewoon moe. Nee, je laat hem schrikken. Oh. Ah, boe, boe, boe. Papa is oké. Okay. Oh, alles weer goed. Alles weer goed. Ja. Moet papa zo stoten. Ja. Echte liefde. Kusie. Nou, ik ga het mopje lekker in bed leggen. Ja. Ga jij? Ik, ja, alsjeblieft. Ja, ik heb namelijk. Had ik hem al klaarstaan? Ja, ik heb hem al klaarstaan. Die had ik al een tijdje teruggekocht. Meergraan, bakmix voor een meergranenbrood. Bakmix voor een brood van circa 750 gram. En volgens mij hoeft er alleen water en olie bij. Pak het even kijken. 1 pakket broodbakmix. Oh. Er moet boter in. Dat heb ik niet. Maar dat kan ook met olie. Laat het rijzen. Broodje vormen uit de deeg. Invetten. Wij gaan gewoon brood maken. Kijk, super handig. Mooi, hè? Nee, ik kan het niet tegen jou. Ik kan het tegen de broodjes. Broodjes zijn goed gelukt. Kijk, een kwartje koffie voor je moeder. Nou, rustig. Maar goed. En we hebben lekker gegeten. En Jessie gaat naar bed. En verder is het momenteel even niet heel erg spannend. Nee. Misschien moeten we maar even een leuk spelletje gaan doen of zo. Ja, gewoon even een eentje uit de kast halen. Ja. Of weer een nieuw kopen. Nu maar. Wat doen jullie ten tijde van corona-quarantaine? Ja,
Ja. Laat het ons weten in de comments down below. Nou ja, dit was het voor vandaag. Dus, ja, even lekker kort. Lekker. Strand. Oh, wat kon je toch gezellig? Tijdens poetsen. Ben je blind van hem? Tijdens poetsen, geen probleem meer. Tada! Ja. Tada. Vond je dit nou een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren.